allemaal, ik ben juf Tamara en ik geef theater- en musicallessen. In de schoolvakanties geef ik meestal les op de Trias Vakantie Musical dagen. En in die dagen gaan we dan aan de slag met het maken van een mini-musical. We zingen, we dansen, we doen aan toneelspelen. De voorstelling die we dan maken, die laten we aan het eind van de dag zien aan de ouders in een echt theater met echt decor, echte kostuums, licht, geluid, het hele totaalplaatje. Tot nu toe hebben heel veel kinderen meegedaan aan deze dagen en het is dan ook een groot succes. Alleen kunnen we helaas natuurlijk nu niet bij elkaar komen in een echt theater. Maar ik heb wel goed nieuws, want de vakantiemusicaldagen in de meivakantie gaan gewoon door. We gaan namelijk online. En ik hoor jullie al denken, online, hoe gaan we dat dan doen? Nou, dat werkt als volgt. We gaan een musical videoclip maken. En dat betekent dat we gaan werken aan één nummer die we gaan zingen, waarop we gaan dansen en waarbij we korte scènes gaan maken. En daar maak ik dan uiteindelijk een videoclip van en die kan je dan aan iedereen laten zien. Wat heb je daarvoor nodig? Als eerste, een computer, tablet of een laptop met internet. En eventueel nog een mobiele telefoon of een camera om mee te filmen. Je hebt verkleedkleren nodig, of iets wat je leuk vindt. En natuurlijk heel veel enthousiasme om te gaan zingen, dansen en toneel te spelen. Wanneer is het? Op donderdag 7 mei en vrijdag 8 mei. En tussen 10 en 4 hebben we dan een aantal online momenten. En dan heb ik nog één ding niet verklapt. En dat is wat het thema is van deze musicaldagen. Het thema is, tromgeroffel, Rapunzel. Iedere dag om 7 uur uit te vieren. Groet ik Pascal, dan veeg ik de vloer goed aan. Schrob en ik wond, doe ramen en was mijn kleren. En als dat is gedaan, zal ik maar 7 slaan. Dan pak ik fijn een boek, soms ook wel 2 of 3. Dus dat wordt superleuk. Dus ben jij een echte musicalster? Heb je zin om te zingen, te dansen, toneel te spelen en in een echte videoclip te spelen? Geef je dan snel op via de Trias website en dan hoop ik jullie te zien op donderdag 7 mei en vrijdag 8 mei. Tot dan!